Hallo, ik ga je laten zien hoe je van de dojo Processing Les 5 Line and Stroke doet. Als je op de dojo GitHub bent, klik je op Processing en dit brengt je naar de lessen van Processing. Klik dan op Les 5 Line and Stroke en je komt op de les. Line betekent lijn, stroke betekent streek, ja, penseelstreek, een kleur. Uiteindelijk gaat het kleurtje betekenen van een lijn. En hier zie je een heel oud spel met lijnen met kleuren. Dus lijnen en kleuren zijn belangrijk. Opdracht 1. Run deze code. Dat gaan wij doen. Ik kopieer het naar Processing. Ik run het. En wat zie ik? Ik zie een lijn. Het is mij gelukt. Hier wordt uitgelegd. Hier zien we de regel van lijn staan. Of hier in Processing staat die. Even kijken, dan doe ik even het internet onder, Processing boven. In deze regel, line 0,100, 300, 200, teken je een lijn van deze coördinaat naar deze coördinaat. Deze coördinaat is 0 naar rechts en 100 omlaag. Dat is omdat het scherm 200 hoog is. Gaat die 0 omlaag, 0 naar rechts en halverwege omlaag, want hij is 200 hoog en hij is op 100 laag getekend. Dus dat zal de linkerkant van de lijn zijn, die is 0 naar rechts en 100 omlaag. De andere coördinaat van de lijn, het eindpunt, is 300 naar rechts en 200 omlaag. Nou, het scherm is 300 breed en 200 hoog. Dus dat gaat naar de rechteronderhoek. Nou, en zo tekenen we een lijn van een coördinaat naar een andere coördinaat. We kunnen ook gewoon omdraaien, dat maakt niet zoveel uit. Volgende opdracht. Oh, hier zie je het nog een keer uitgelegd hoe dat dan gebeurt. We hebben een lijn van 0,100. Nou, dat coördinaat 0,100 zit dus hier, want het window is 200 pixels hoog. Dus halve hoogte is op 100, laag, dus het tweede getal is 100. Hij is 0 naar rechts, dus helemaal aan de linkerkant. Nou, mooi. Opdracht 2. Laat de lijn niet naar de rechteronderhoek, maar naar de rechterbovenhoek gaan. Nou, de rechterbovenhoek is width, of de breedte van het ding naar rechts, en dan 0 omlaag. Ik ga eens even naar de code kijken. Nou, die eerste coördinaat is goed, die moet dus 0 omlaag gaan. Nou, dit is aan de linkerkant, dit is naar de rechteronderhoek. En de rechterbovenhoek zit niet 200 omlaag, maar 0 omlaag. Als ik hem nu run, zie je dat hij 300 naar rechts gaat, want het scherm is 300 breed, en 0 omlaag. Volgende opdracht. Laat de lijn niet links in het midden, maar linksonder beginnen. Nou, de linkerlijn, zoals ik hem nu heb geprogrammeerd, die gaat 0 naar rechts, dat is goed. En hij gaat nu 100 omlaag, maar er moet 200 omlaag zijn, want het window is 200 hoog. De lijn gaat nu 0 naar rechts en 100 omlaag, dat is halverwege de hoogte. Nu moet hij helemaal omlaag, dat is 200 pixels omlaag en tada, gelukt. Volgende opdracht. Laat de lijn van linksonder naar rechtsboven gaan, maar gebruik nu width en height. Nou, dat is makkelijk. De linkerlijnpunt, die zit nu in de linkeronderhoek. Kijk, dit is deze linkeronderhoek. Die is dus 0 naar rechts en de hoogte van het scherm omlaag. Hier moet er dus height komen. Deze punt, die gaat 300 naar rechts en 0 omlaag. Dat is de breedte van het scherm naar rechts en 0 omlaag. En de breedte is width. Gelukt. De lijn doet nu precies hetzelfde, maar als ik het scherm nu van grootte verandert, blijft die mooi. Dat is het idee erachter. Opdracht 5. Laat de lijn nu links op een willekeurige hoogte beginnen. Dit doe je met random. Nou, de linkerkant van de lijn die zit nu op 0, height. Dat is de linker onderhoek. Deze.
Ik wil nu dat hij op een willekeurige hoogte komt. Dus dat hij altijd 0 naar rechts is. Dus die 0 is goed. Maar in plaats van height wil ik dat hij een willekeurige hoogte pakt. Daar maak ik dus van random height. En tada, hij doet het. Volgende opdracht. Laat de lijn nu ook rechts op een willekeurige hoogte eindigen. Nou, de lijn aan de rechterkant die is nu width naar rechts en 0 omlaag. Hij moet niet 0 omlaag zijn, hij moet zo hoog als het scherm is omlaag gaan en dan willekeurig. Dus ook random height. Hoppa, gelukt. Volgende opdracht. Zet nu voor line de regel strook 255,0,0. Doe ik. Hey, ik zie nu dat de lijnen rood worden. Dat zal strook gedaan hebben. Hier, als ik zeg strook 255,0,0, dan zeg ik dat de kleur rood moet worden. En eigenlijk zijn dat drie getallen. Het zijn namelijk de rood, groen en blauw waarden. Dus rood is helemaal rood. Hij is niet groen. Hij is niet blauw. En met helemaal bedoelen we pakken we het getal 255 voor. Dus helemaal rood is 255,0,0. In opdracht 8 gaan we een andere kleur pakken. Het heet cyaan. En dit is de kleurencirkel. Hier zie je rood, groen en blauw. Rood is rood helemaal aan, groen uit en blauw uit. Groen is alleen groen aan, blauw is alleen blauw aan. Cyaan wil zeggen dat groen helemaal aan is en blauw helemaal aan is en rood is uit. Dus rood uit, groen aan, blauw aan en dan krijg je cyaan. Dat gaan wij programmeren. Dus rood moet uit zijn voor cyaan, groen moet aan zijn en blauw moet aan zijn. En tada, het is cyaan. Volgende opdracht. Laat de roodwaarde nu een willekeurig getal van 0 tot 256 worden. Nou, de roodwaarde van de kleur van de lijn, dit is hoe rood de lijn is. Hij is nu cyaan, want cyaan is 0,255,255. Als ik hier nou eens random 256 van maak, dan zullen we zien, en dat kun je niet heel goed zien, dat de lijnen soms wit worden, soms cyaan en soms licht cyaan, heel blauwerig. Het gaat van cyaan tot licht cyaan tot wit. Volgende opdracht. Ah, dat is de eindopdracht. In de eindopdracht moeten de lijnen ook willekeurig naar rechts beginnen. Ook begin en eindpunt. En de groenwaarde moet willekeurig. En de blauwwaarde moet willekeurig. Heel veel succes ermee.